Er zijn veel notoire oplichters die maar niet willen stoppen. En Jeroen C. is daar één van. Wij besteden al eerder aandacht aan deze beroepsfantast. Hij doet zich voor als een succesvol ondernemer. Maar ondertussen blijft hij slachtoffers maken. Jeroen C. doet alsof hij veel geld heeft. Hij koopt dure spullen, maar van betalen komt het vaak niet. En om welk bedrag gaat het? 33.500 euro. 30.000 euro. Het gaat inmiddels om 285.000 euro. 1.400.000 euro. Samen met drie van zijn slachtoffers confronteerde ik hem. Weet je wat jij doet? Je houdt een praatje. Ik geloof jou niet. Heb jij een plaat voor je kop, zo groot of zo? Of je hebt totaal geen gevoel? We gaan het oplossen. Echt waar, hoor? Ik ga dit met jullie allemaal oplossen. Want ik blijf rustig, want ik moet rustig blijven. Maar als het aan mij had gelegen... Ik wil eerst via de mail wat bewijzen zien bij jou. En weet je waarom? Omdat ik je nu niet geloof. Dat mag en ik ga daar het tegendeel in bewijzen. Maar zoals verwacht bewijst de fantast het tegendeel niet. Hij kwam met geen enkel bewijs en blijft maar oplichten. Eerder lieten wij zijn gezicht niet zien. Maar omdat Jeroen C. doorgaat met slachtoffers maken, tonen wij u vanavond wel zijn hele gezicht. Dit is de beroepsleugenaar Jeroen C. Een wolf in schaapskleren. Na die eerdere uitzending meldt de achterneef van Jeroen C. zich bij onze redactie. Ook hij is door Jeroen opgelicht. En die houdt hem tot op heden aan het lijntje met zijn eeuwige leugens. Michael Vrijhoven herkende niet alleen zijn achterneef in de vorige uitzending. Ook zag hij de witte bus voorbij komen waarmee hij door Jeroen C. is opgelicht. Wij doen onderzoek naar Jeroen. En jij kent hem ook? Ja, ik ken hem helaas ook, ja. Helaas, ja. Wat heeft hij gedaan bij je? Hij kwam in het verleden, 2 jaar geleden kwam hij mijn, ja, voor een auto. Hij moest een bedrijfswagen hebben voor zijn bedrijf. Dus geregeld, ik had er één staan. Dus hij zegt, over 2 weken heb ik geld. Om zijn achterneef te doen laten geloven dat het geld als water binnenkwam, had Jeroen weer mooie praatjes. Hij had ook een auto gekocht, een Porsche, die kostte 174.500. Ja. Dus ja, die had hij ook gewoon maar erbij gekocht. Dus ik denk, zo, ik ga het goed. Nu hebben wij een uitzending over hem gemaakt en daarin rijdt hij in een witte combo. Is dat jouw combo? Dat is mijn combo, ja. Ik zag hem op televisie voorbij komen. Ik zeg, die is voor mij. Dus hij had een heel klein gedeelte heeft hij van betaald. En ja, de restant moet je nog steeds betalen. Wat staat er nog open? Met alle kosten erbij zit er nou op iets op de 8000 euro. Hij doet alsof hij rijk is, dure champagne drinkt, dure auto's rijdt. Ja, klopt. Maar ze kosten van zijn slachtoffers. Klopt, dan zijn wij met z'n allen het slachtoffer van. Waarom wil je wel meewerken? Hij moet gewoon stoppen. Hij trekt zoveel mensen geld uit de broekzakken en dat moet gewoon gestopt worden. Nederland moet voor hem worden gewaarschuwd. Zeker. Jeroen heeft achterneef Michael niet alleen bestolen van de bus, hij heeft vervolgens deze bus ook doorverkocht en het geld in eigen zak gestoken. Wij besluiten opnieuw te gaan posten bij Jeroen. En wat blijkt? Hij rijdt alweer in een nieuwe bus. We hebben Jeroen in zijn nieuwe bus gevolgd. En eenmaal aangekomen bij een bestemming in Breda, zien wij dat hij bezig is bij een woning. Zou hij zich ditmaal als aannemer voordoen? Een paar balkjes lijken al moeilijk te zijn. Hij is een aanbouw te maken. Daar is een bus. We krijgen dan een bericht van scooterhandelaar Laurent Dirven. Het lijkt erop dat Jeroen bij hem dezelfde truc wil uithalen. Maar dan met een scooter van zo'n 6.000 euro. We hebben het over Jeroen. Ja. Die kwam hier langs. Die kwam hier langs en het kon niet op. Het moest een nieuwe Vespa Sprint worden. Een duur apparaat, 4350 euro kaal. Er zitten nog geen accessoires op. Hij wilde er alles op hebben. Wat kost het hem? In totaal zit deze scooter nu op bijna 6.000 euro. Hij zegt vandaag langs te komen om te betalen. En hem ook mee te nemen dan? Dat had hij de eerste keer al geprobeerd, ja. Maar dat kon nog niet? Nee, ik heb gezegd dat hij moet blijven staan, zolang dat die betaling niet binnen is. Dus hij heeft hem niet meegekregen. En daar was hij over teleurgesteld. Hij heeft wel iets betaald. Hij heeft een aanbetaling gedaan van 300 euro. Want Jeroen beweert dan het geld te hebben overgemaakt. En Laurent zet daarom de scooter op zijn naam. Toen heb ik gecheckt op de rekening of dat het er ook daadwerkelijk op stond. En toen bleek het er niet op te staan. Maar hij zei dus, ik heb betaald. Hij zei, ik heb betaald. Maar waarom is het dan niet bij jou binnengekomen volgens hem? Volgens hem was er een batchbetaling. Dus wil zeggen dat het een verzamelbetaling is vanuit een ander systeem.
met zijn grote BV luchtkastelen. En daardoor dat het inderdaad een dag langer zou kunnen duren. En in theorie kan het een paar uur langer duren. Dus hij weet precies hoe dat hij het moet spelen. Maar ja, desondanks dat heb ik hem gelukkig niet meegegeven. Want als ik dat wel had gedaan, dan had ik hem nooit teruggezien. Een paar uur langer duren, maar hoe lang is dat nu geleden? Nou ja, 3 dagen later en zelfs na het weekend was het nog niet binnen. En toen begonnen bij mij de alarmbellen te rinkelen. Laurent voelt dat hij is voorgelogen over de betaling. En zoekt naar meer informatie over Jeroen C. Als hij dan op onze eerdere uitzending stuit, beseft hij dat het maar goed is dat hij de scooter niet heeft meegegeven. Een collega van mij filmt hem op dit moment in Breda. Hij is daar aan het werk, ja. Op een dak. Ja. Gaan die het is al de zoveelste keer dat hij afzegt en dat hij niet kon betalen. Pinautomaat mee? Pinautomaat mee en een verklaring mee. Dus het is een van de twee. Of een verklaring van teruggaaf of het factuur betalen. Kom, we gaan die kant op. Hij zegt dat hij heeft betaald. Hij zegt dat hij in Amersfoort is. Hij zegt dat hij heel erg druk is nu dat het niet kan. Ja, dat is onzin. Hij is gewoon aan het werk. Ja. Mijn collega houdt hem ondertussen scherp in de gaten. 7 minuten. Hij is aan het metselen. Een uurtje. Kan hij wel een beetje metselen of niet? Het is een verdomd lang al. Ik denk 20 stenen heeft gelegd in de tijd dat ik hier sta. Oh, dus dat kan hij ook niet? Nou, hij is met alles op de pizza. We komen aan op de locatie. Het is tijd voor een nieuwe confrontatie met deze Jeroen C. Hier staat hij. Was je daar zien? Staan. Ja, stap maar uit. Jeroen! Waarom ben je al de boel aan het belazeren, man? Dat doe ik niet, want ik kom van keurig. Ja, je komt keurig langs. Je zou die bestbetaling toch al hebben gedaan? Ik kon het toch niet uit worden gehaald? Ben je nou gek ben of zo? En dit keer kom jij voor heel Nederland op tv. Met je gezicht. Hey Jeroen, ja. Daar zijn wij weer. Ja. Je zou een scooter kopen. Klopt. Wat is nu je verhaal? Ja, niks, ik ga hem gewoon afnemen. Ja, precies. Komende zaterdag. Nou, betaal dan. Komende zaterdag. Betaal maar. Nee. Je gaat nu tekenen. Je gaat nu tekenen. Betaal maar. Ik teken wel, ja. Ik kan nu niet. Nee, waarom niet? Precies, en zaterdag wel. Ja, zaterdag. En die bestbetaling kon er niet uitgehaald worden vrijdag. Jij kon toch vandaag betalen? Je had al betaald. Zaterdag. Nee, niet zaterdag. Wat denk je nou zelf, man? Dat ik gek ben of zo, man? Idioot. Mag ik tekenen? En of je mag tekenen. Fucking loser. Hou je in, Lauren. Ja. Doe geen dingen die waar je last mee van krijgt. Mag ik hem nog wel afnemen zaterdag? Je mag hem afnemen. Als jij hem gaat afnemen, dan zal hun dat ook weten. Oké. Bij deze. Dus je mag nu tekenen. Oké. Maar je mag hem zaterdag. Wil je daar erbij zetten? Hoef je niet erbij te zetten? Nee, niks ervan. Je gaat nu tekenen. Met zullen we even dit of zullen we even dat. Je hebt helemaal niks meer te zeggen. Je zou er in Amersfoort zitten. Mooi, joh. Hey? Mag ik... Jeroen, jij mag zaterdag mag hem afnemen. Je bent hier niet meer nagekomen. Kijk mij aan. Jij houdt mij niet meer voor de gek, jongen. Jij hebt mij nooit voor de gek gehouden. Ik wist precies wie je voor mijn neus had. Een oplichter. Jij was niet in Amersfoort net. Nee, dat was ik gisteren, maar volgens mij heb ik al heel Jij zei net dat je in Amersfoort was. Ja. Je houdt iedereen voor de gek. Nee, dat is niet waar. Je hebt John, zwarte poorten. Heb je die betaald? Nog niet. Nee. Die andere John, heb je die betaald? Daar is al een heel groot deel opgelopen. Ik heb het over de gedupeerde John en John. Die eerder met onze verborgen camera's de loze beloftes van Jeroen vastlegde. De oplichter beweerde met een groot recreatieproject bezig te zijn. Het zou veel geld opleveren. En daarmee kon hij makkelijk de slachtoffers terugbetalen. En een centje voor mij? Ik ben nu dan in gesprek met partijen om te kijken of dat een stukje van mijn aandelen van de hand kan. Ik ga daar vandaag opdracht voor geven en ik ga er, ja, dat moet er binnen een week zijn. Ik confronteer Jeroen met deze loze beloftes. Ik ga geen uitspraak. Nee, en weet je waarom niet? Je bent helemaal ziek in je hoofd. Mag ik hem zaterdag afnemen? Je mag hem zaterdag afnemen. Ik ben benieuwd waar je komt, want ik laat het weten aan ze. Okay. Ik laat het weten aan ze, dus ik ben benieuwd. Dat is goed. Ja. Betaalt dan wel, hè? Ja. En geen badgebetaling die nog binnen moet komen. Spreken we af? Ja, spreken we af. Wil je daar dan te schudden? Wil ik geen altijd schudden. Ik zie jou zaterdag en als ik jou niet zie, dan weten we het ook. Oké, is goed. Je hebt bij hun verklaard dat je prachtige schepen zou hebben. Een prachtig schip. Dat heb je tegen een collega van hem gezegd. Ik geloof zijn collega wel. Je hebt in de vast goed gedaan, je hebt in een jachten gedaan. Het zal allemaal wel. Ik heb gezegd dat ik er prima. Hey, hou die praatjes voor je. Na de eerste aflevering had jij de mogelijkheid om het beter te doen. Om het anders te doen. Om hier je geld op te doen, net als de rest van Nederland. Oh ja, doe je ook. Ja. Maar ondertussen staan we mijn scooter te kopen met allerlei lulsmoesjes. Hey, je bent nu in Amersfoort. Dat is niet waar. Zijn we in Amersfoort? Zaterdag kom ik langs. Precies, zaterdag kom je langs. Weet je wat jij gaat doen? Je gaat stoppen.
met die oplichting. En weet je waarom? Ik ben al lang gestopt. Nee, dat ben je niet. Ben je bent doorgegaan met oplichten. Ik ben keihard mijn geld aan het verdienen. Je bent huizen aan het kopen, terwijl je het geld niet hebt. Ik ben keihard je hebt mensen voor jou laten werken voor 40.000 euro plus. En die heb je ook niet betaald. Weet je wat jij moet doen? Niet een scooter kopen van 6.000 euro. Terwijl je ondertussen nog slachtoffers aan het maken bent. Ik ben geen slachtoffers aan het maken. Maar die moet je wel terug. Nou, die ben je wel aan het maken, maar je moet ook slachtoffers terugbetalen. Ik heb heel veel regelingen getroffen met iedereen. Ach, houd toch op, je hebt Waldo een beetje terugbetaald. En een leningsovereenkomst voor John. Er staat 30.000 euro open. Het maakt me zo boos omdat Jeroen niets leert van zijn eerdere fouten. Want hij deed dit al eerder. Met geld strooien dat hij niet heeft. Hij heeft bij ons een huis gekocht. Een luxe huis, een duur huis. En heeft hij niet afgenomen. Een huis ter waarde van? 1.400.000 euro. En hij heeft getekend dat hij volledig verantwoordelijk is voor de schade. Weet u of hij inmiddels iets betaald heeft? Niks, hij heeft niks betaald. Waarom koop jij een scooter terwijl je nog allerlei mensen moet betalen? Jeroen, ik krijg weer een briefje van de advocaat. Loser, fucking loser. Kijk. Het hek gaat dicht. Maar het net rondom deze Jeroen gaat ook dicht. Het sluit zich. Hij heeft echt een groot probleem. Wat een ongelofelijke sukkel. De verklaring heb ik. De overeenkomming, overeenstemming. Daar moet ik het dan mee doen. Maar zaterdag gaat hij hem afnemen. En ik laat het jullie weten als het zover is. Na de confrontatie heeft Jeroen de scooter van Lauren uiteindelijk alsnog betaald. Je kunt je afvragen van wiens geld. Want ondertussen wachten zijn slachtoffers nog op de betalingen. Maar daar houdt het verhaal over Jeroen C. helaas niet op. Want na die confrontatie neemt de eigenaar van de kluswoning contact met ons op. Jeroen had zich bij hem gepresenteerd als een betrouwbare aannemer. Maar inmiddels is ook deze Bram slachtoffer. Hij is duizenden euro's lichter en een hoop ellende rijker. Maanden later keer ik terug naar de plek van de confrontatie. Wat zou hij gaan maken hier? Het plan was dat hij hier een opbouw zou maken. En dus enkel wat metselwerk en dak erop en dat was het eigenlijk. Eind juli zou hij eigenlijk zou die het opleveren. Nou, en inmiddels zijn we al wat een tijdje verder. En, maanden verder, ik geloof drie, vier maanden verder. Ja. Precies, Alberto, dat is echt schandalig. Is hij handig? Nee, totaal niet. Hij kan helemaal niks. En dat laat Bram mij zien. Nou, als je dan hier kijkt. Ja. Hier om de hoek vooral. Dan zie je heel duidelijk dat hij daar in een steen heeft geboord. Waar je normaal in een voeg zou boren. En hier in de hoek ook idem dito. En ook voor opruimwerkzaamheden zou dit ook allemaal opgeruimd zijn. Maar... Ook dat heeft hij niet gedaan? Nee, ook dat zie ik zo gauw niet gebeuren. En binnen heb jij schade ook? Binnen heb ik schade, ja. Nou, ik ben benieuwd. Want Jeroen heeft op dag 1 het dakleer weggesneden. En de boel vervolgens maanden open laten staan. Ongelooflijk. En dat komt dus omdat hij... Buiten die problemen heeft veroorzaakt, heb jij nu binnenlast van? Ja. En wat is zijn laatste belofte? Zijn laatste belofte is dat het vrijdagmiddag klaar zou zijn alles en alles opgeruimd. Maar over 2,5 dag? 2,5 dag al. Bram heeft Jeroen zo'n 10.000 euro betaald. Maar de oplichter heeft amper een kwart van het werk verricht. En laat hem nu achter met een puinhoop. Voel jij je door hem opgelicht? Ja, wel degelijk. Vooral vanwege die beloftes en als ik zie wat ik tot nu toe inderdaad heb betaald en wat er nu staat, dan ben ik het niet helemaal mee eens. Jeroen C. heeft zijn streken nog niet verleerd, want hij is na de confrontatie niet gestopt met zijn praktijken. Sterker nog, hij heeft recent een woning aangekocht van een van zijn buren. Maar ondanks zijn oneindige smoesen is het nooit betaald of afgenomen. De verkoper is hierdoor financieel gedupeerd. En waarschuwt andere buren en pandeigenaren middels deze brief. Hij schrijft dat Jeroen de officiële koopovereenkomst heeft getekend. En dat hij tot op de dag van vandaag toezeggingen en beloftes doet, maar dat hij niets nakomt. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken. Wees gewaarschuwd voor deze Jeroen C.